Dus aan contact zijn we lijken wij het handig gesteld dat ik via de Guzzi en mevrouw Buitenhuis ga. Nogmaals, dank u wel. Ja, het gaat over onze oude locatie waar we vroeger op zaten. En wat is dat precies voor locatie? Schoollocatie. Waar wij vroeger op zaten, maar nu zijn we allemaal naar de andere locatie Evelo gegaan. En nu staat het al jaren leeg. En wat is nou de bedoeling van jullie project? Want zo kun je het wel noemen, of jullie voorstel. Ja, wat daar nu staat is waardeloos en we willen iets nuttigs daar maken. En wat willen jullie op de plan van de locatie Welgelegen realiseren? Een speeltuin voor gehandicapten die nog niet bestaat. En waarbij kinderen zonder handicap en kinderen met handicap kunnen samenspelen. Ja, ze wilden eerst een zorgcentrum bouwen. Alleen er waren er al heel veel in de buurt, dus dat vonden wij niet heel verstandig en zo. En mensen vinden het ook niet fijn als ze tegen een heel groot gebouw aankijken. Wat hebben jullie gedaan wat betreft de buren? We gingen mensen, buurtbewoners interviewen. En hun wilden daar zo graag een speeltuin ook hebben. Wat is er uit de vragenlijst bekend geworden? Heel veel mensen wilden daar iets met parkachtige omgeving. En iets waar oudere en jongere kinderen iets aan hebben. En toen kwamen we veel uit op een speeltuin. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Zoe Nekkers. Ik ben 11 jaar en ik kom van de Telgenborg. Jullie hebben je plan bekendgemaakt in de gemeenteraad. Hoe denken jullie dat de gemeenteraad zal oordelen? Ze hebben natuurlijk al een plan voor locatie Welgelegen. Maar ik denk wel dat ze het wel een goed plan vinden. En dat ze er wel echt over na zullen denken of het misschien iets kan worden. Jullie groep heeft ook een naam, klopt dat? Ja. Hoe is die naam? Build the Future. Kunnen we dat eventjes doen? 1, 2, 3. Build the Future! 1, 2, 3. Build the Future!